was een groot sneeuwballengevecht die nog een beetje na-appt. Met 350 nieuwe mensen in de leeftijd van 20 tot 45 jaar. Ja, is dat niet een beetje een kinderachtig, zo'n sneeuwballengevecht voor die mensen? Ja, waarom kom jij dan kijken, zou ik bijna zeggen. Het is gewoon kinderlijk en het is wel eens goed om het kind in je los te laten gaan als volwassenen. Die lichten schijnen in onze poren. Kan niet, hè? Ik heb dit georganiseerd omdat ik het gewoon een leuk initiatief vind. En ik dacht gewoon van nou, via onze website worden 2000 activiteiten per jaar georganiseerd. Variërend van abseilen van de Euromars tot iedere maand borrels in de grote steden. En dit leek me gewoon een ludiek evenement om met sneeuw, waar heel veel geklaagd wordt over sneeuw, is iets leuks te doen met sneeuw. Ja, we worden hier ook goed bekogeld nog steeds. Ja, het lijkt hier wel een oorlogssituatie, zou ik maar zeggen. Ja, wanneer bent u eigenlijk op het idee gekomen om dit te gaan doen? Gisteren. Gisteren op het idee gekomen. En die was inderdaad helemaal raak. Heb je die erop staan? Die staat er helemaal op. Gisteren op het idee gekomen en vandaag uitgevoerd. De laatste 10 seconden mogen jullie elkaar liefdevol knuffelen. Hier is een stroomwagens voor jullie klaar. Aan die kant van de tafel. Ben jij een beetje tevreden met de opkomst vanavond? Ik ben hartstikke tevreden, man, met de opkomst. We hadden nou zo'n rond 200 man verwacht en we hebben 355 man laten tellen net. Dus zeer tevreden. Oh.